Goedemorgen, welkom bij deze markets update van BNP Paribas. In de VS trappen vandaag Wells Fargo en JP Morgan het cijferseizoen af. In aanloop daarnaartoe bleven de markten overigens wel kalm liggen. Tesla liet weten een gigafabriek in samenwerking met Panasonic niet verder uit te gaan bouwen en lag onder druk, 3% lager. Uber heeft inmiddels de plannen ingediend voor een beursgang. En in Azië werd vooral gekeken naar de macrocijfers uit China. De Chinese beurzen gaven per saldo iets terrein prijs. En de Nikkei kon wel wat aantrekken dankzij een stevige opmars van fast retailing. In Amsterdam laten de indices een onveranderde tot fractioneel hogere opening zien. Fagron zag de omzet met 13% oplopen in het eerste kwartaal en kon autonoom met 7% groeien. Verder gaf men een positieve outlook af. En minder rooskleurig is het bij Pharming. Daar zou het wel eens kunnen gaan spoken. Het bedrijf wordt door concurrent Shire beticht van een te fraaie voorstelling van zaken bij de presentaties van onderzoeksresultaten. En daar komt nu een onderzoek naar. Bij de analisten zijn er koopadviezen op ASML, Bayer, ST Microelectronics, Louis Vuitton, Moët & Hennessy en Airbus. Op de agenda vandaag importprijzen vanuit de VS en consumentenvertrouwen. Vandaag zijn ex-dividend KPN 8 eurocentjes, Randstad 70 eurocent en SBMO 37 dollarcent. Maandag gaat Wezzane ex-dividend en zoals gebruikelijk worden dividenden gecorrigeerd in de turbo's. Maandag is weer een markets update van BNP Paribas.